Wim komt bij zijn huisarts, dokter Kuiten. Sinds enkele weken ervaart Wim pijn in zijn rechterkuit als hij enkele minuten heeft gelopen. De pijn is zo hevig dat hij moet stoppen. Als hij even stilstaat, zakt de pijn snel. Wim vindt dit vervelend en af en toe zelfs een beetje gênant. En probeert dan ook zijn klachten verbloemen door aandachtig naar de etalages te kijken. Dokter Kuiten vermoedt dat Wim last heeft van etalagebenen. Oftewel claudicatio intermittens. Om de diagnose te stellen, laat zij een enkelarmindexmeting verrichten in het nabijgelegen vaatlaboratorium van het ziekenhuis, waar de huisartsgroep goede afspraken mee heeft gemaakt. Een enkelarmindex kan ook worden bepaald door de eigen praktijkondersteuner of een eerste diagnostisch centrum. Maar dit is nog niet zo eenvoudig als soms wordt gedacht. Wim heeft rechts een enkelarmindex van 0,4 en links 0,7. Dr. Kuiten stelt de diagnose Claudicatio Intermittens. Zij legt Wim uit wat claudicatio intermittens is en bespreekt de risicofactoren van slagaderverkalking, de oorzaak van Wim zijn etalagebenen. Wim krijgt te horen dat hij zal moeten stoppen met roken, meer moet bewegen, gezonder moet eten en maar liefst 8 kilo moet afvallen. Daarnaast krijgt hij van dokter Kuiten een trombocytaaggregatieremmer en een cholesterolverlager voorgeschreven. Vervolgens wordt Wim verwezen naar een bij Claudicationet aangesloten fysiotherapeut voor een traject gesuperviseerde looptherapie en leefstijlcoaching. Een Claudicationet-traject. Dr. Kuiten gebruikt de digitale zorgverwijzer om Wim snel en eenvoudig te verwijzen naar de voor Wim dichtstbijzijnde Claudicationet-therapeut. Wim kiest samen met Dr. Kuiten voor Steven, een bij Claudicationet aangesloten fysiotherapeut bij Wim in de buurt. Al de volgende dag belt Steven om een afspraak te maken. Drie maanden later komt Wim op controle bij dokter Kuiten. Wim heeft een terugkoppelingsbrief van Steven meegekregen. Het Claudicatinet-traject was succesvol. Wim loopt inmiddels 20 minuten zonder pijn, voelt zich fitter, is gestopt met roken en eet gezonder. Met afvallen heeft hij nog een beetje moeite. Wim zelf is nog het meest blij met het wandelgroepje waar hij via Steven mee in contact is gekomen. Inmiddels wandelt hij twee keer per week met dit groepje in het park. Na afloop wordt er wat gedronken en geschaakt. Roken is verboden in deze groep. Doordat Wim zo goed heeft gereageerd op het claudicatienet traject is een verwijzing naar de vaatchirurg niet nodig. Was dit anders geweest, dan had dr. Kuiten op dit moment een verwijzing naar de vaatchirurg met Wim kunnen bespreken. Het is overigens in wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat de combinatie van een interventie met een claudicatienet traject superieur is ten opzichte van alleen een interventie. Dus, ook als gesuperviseerde looptherapie niet het gewenste resultaat heeft gebracht, is de patiënt altijd beter af met claudicationet. Vanaf nu gaat Wim nog één keer per maand naar Steven. Op vaste momenten neemt Steven een loopbandtest af. De rest van het trainingsjaar gaan Wim en Steven zich inzetten om ook de gewenste gewichtsreductie te bewerkstelligen.